Het streven van de kiescommissie, die belast is met het toezicht op de jeugdparlementsverkiezingen, is om zoveel mogelijk jongeren te laten participeren aan dit proces. In aanloop naar de kandidaatstelling op 5 december aanstaande mogen jongeren die zich kandidaat willen stellen vanaf vandaag hun pakket afhalen op het commissariaat in hun district. Het pakket bestaat uit een informatiefolder, een ondersteuningslijst en een formulier waarop de gegevens van de kandidaat ingevuld moeten worden. Op vrijdag 28 oktober zijn de pakketten verstrekt aan de DC's van de verschillende districten. De jeugdparlementsverkiezingen worden op 8 februari 2017 gehouden. Volgens Henry Lamsberg, voorzitter van de kiescommissie, moeten de jongeren heel serieus omgaan met hun kandidaatstelling. Maar let wel, het gaat niet alleen maar om je kandidaat te stellen. We hebben echt wel de procedure waarbij we ervan uitgaan dat jij als jongere die zich kandidaat wil gaan stellen, rekening dient te houden. Andere jongeren gaan naar jou kijken. Toch? Ze gaan in jou zien een voorbeeldfiguur. Dus stel je ook op als een voorbeeld en wees een voorbeeld voor de rest. Toch? Dus dat is het hele proces dat nu gaande is en dat voelen we wel goed aan. En je verwachtingen? Mijn verwachtingen is dat we heel veel jongeren bereiken. Vandaar dat het digitaal gedeelte. En met het digitaal gedeelte kan je veel meer jongeren bereiken dan wanneer je alleen maar met hardcopy werkt. Dus ik denk dat we sowieso een beter percentage moeten kunnen halen dan de voorgaande verkiezingen. De kiescommissie ziet graag dat zoveel mogelijk jongeren participeren aan deze verkiezingen, zegt Lamsberg. Het doel is zoals is aangegeven op het logo, jongerenparticipatie jouw recht. Dat de jongeren echt wel weten van ze hebben ook rechten. Toch? En dat ze ervoor gaan, maar desondanks weten ze ook van ga voor dat ding en doe je ding. Aldus Henry Lamsberg, voorzitter van de kiescommissie, die belast is met het toezicht op de jeugdparlementsverkiezingen.